De Stichting Milieuwatch heeft gisterenmorgen de noodklok geluid ten aanzien van de asbestproblematiek in ons land. De stichting heeft als doel de samenleving niet alleen te informeren, maar ook te betrekken in de gezamenlijke zorg voor een gezond en leefbaar milieu. De noodklok is geluid in het Olympisch Comité gebouw. Volgens de voorzitter, Humphrey Schuurman, is de stichting er niet alleen om te kijken, maar ook om op te treden waar nodig is. Want alleen rapporteren is niet voldoende. Er moeten ook strategische problemen aangepakt worden, zegt hij. Schuurman gaat verder in op wat de stichting precies wil bereiken met hun oprichting. Stichting Milieuwatch is een aantal maanden terug gelanceerd. En wat we gezegd hebben, u ziet ook bij onze logo, het oog. Wij gaan goed in de gaten houden voor onze samenleving, welke misstanden er zijn op milieu. En dan concentreren we ons op een viertal aspecten. Eén is alles wat de lucht betreft, water en de bodem, dus de verontreiniging. Maar we gaan ook aandacht besteden aan gemanipuleerd voedsel. Op die gebieden willen wij aandacht besteden over een aantal zaken die niet goed gaan. Die schadelijk zijn voor de mens dus, en ook schadelijk zijn voor het milieu. De stichting heeft zich sinds de oprichting ingezet voor de asbestproblematiek. Volgens Schuurman is Suriname wakker geschud met informatie over de gevaren van asbest, dat op onverwacht veel plaatsen in het land voorkomt. Door het geven van eerlijke voorlichting zullen jeugdigen en volwassenen betrokken worden bij het tot stand brengen en behoud van een schone omgeving, zegt Schuurman. Wij gaan samen die misstanden aan de kaart brengen. En dat niet alleen, want je kunt zeggen dit is niet goed, dat is niet goed. Maar gaan oplossingen proberen aan te dragen. En een van de oplossingen is dat we zeggen dat we gaan de lucht eerst aanpakken. En we hebben het aspect van de asbest vandaag in een documentaire vervat. In de documentaire is te zien hoe we, hebben we kunnen zien wat de problemen zijn. Waar de bedreigingen zijn. En met deze documentaire willen wij aandacht van de overheid, de samenleving is een hele vraag, voor die zaken. Met name op welke wijze, wanneer je asbest constateert, wanneer je daken in kaart hebt gebracht, op welke wijze zullen worden opgeruimd. We zijn op dit moment bezig met, om ervoor te zorgen dat er één meldpunt komt. En wanneer wij samen met andere organisaties gesprekken hebben gevoerd en overeenstemming hebben bereikt, dan denk ik dat we meerdere punten, meldpunten zullen aangeven. Humphrey Schuurman, voorzitter van de stichting Milieuwatch. Deze stichting heeft gisteren de noodklok geluid om Suriname wakker te schudden. De asbestproblematiek is nog niet uit de wereld en vooral niet uit Suriname. Dit is allemaal aangekaart in het Olympisch Comité-gebouw waar deze activiteit is gehouden.